Is er leven op de maan? Dit is de Universiteit van Nederland. Wellicht denkt u hier allemaal, uiteraard is er dat niet. Dat is er nooit geweest. De maan is gewoon een kale nabuur van ons, waar we rechtop kijken, geen atmosfeer. Dus hoe komt u op het idee om die vraag te stellen? Nou, zo'n 40 jaar terug was dat niet zo vanzelfsprekend. En 40 jaar terug, iets meer dan 40 jaar terug, was het Apollo-tijdperk. En ik kijk hier even in de zaal. Ik zie hier jonge mensen zitten, ik zie hier oude mensen zitten. Maar ik zie hier heel veel mensen zitten die denk ik nog niet eens geboren waren tijdens dat Apollo-tijdperk. En daarom leek het mij leuk om iets te laten zien van hoe men toen onderzoek deed, vrij duur onderzoek, naar een van de belangrijkste vragen die toen er waren. En dat is exact deze vraag. Was er ooit leven op de maan en was er ooit water op de maan? Als we kijken naar de maan, dan hebben onze voorouders, en ik weet niet of dat echt goed zichtbaar is, maar die donkere gebieden dachten waarschijnlijk onze voorouders van dat dat zeeën waren, want die hebben allemaal de naam Mare gekregen. En Maria, dat is Latijn voor zeeën. En u ziet zelfs hier links, misschien is dat wat duidelijker, dat er zelfs een oceanus is. Nou, oceaan en zeeën. Blijkbaar hadden onze voorouders toch het idee van misschien zijn dat echt wel waterpartijen die we daar vinden. En dan zou u zeggen van ja, maar dat waren onze voorouders. Maar u heeft het al over het Apollo-tijdperk. Hoe komt u nou bij om te vragen van is er ooit water op de maan geweest? Nou, laten we dan eens naar het volgende plaatje kijken. Een beetje inzoomen in een van die gebieden. En dan zien we dit merkwaardige fenomeen. Dit is een hele lange meanderende streep op het maanoppervlak. Heel lang, 120 kilometer lang. Werkelijk ontzettend lang, waarvan het als twee druppels water lijkt op een droge rivierbedding. Dit heet de Hadley Rill. En de Hadley Rill is een meanderend feature, laat ik het zomaar even noemen. Een meanderend fenomeen, wat, ik zei het al, twee druppels water, als u dit op aarde zou zien, zou u zeggen, een droge rivierbedding. Stelt u zich voor dat ik u had verteld, dit zit op Mars. Dan had u meteen gezegd, dat is een duidelijk bewijs voor dat er water is geweest op Mars. Maar nu hebben we het over de maan. Was er ooit water op de maan? Vloeibaar water op de maan? Dat was de belangrijkste, zo niet de enige grote vraag van de Apollo 15 missie naar de maan. En zoals ik al zei in de aanhef van mijn verhaaltje, om één kleine vraag eigenlijk te beantwoorden, werd een hele missie opgetuigd die miljarden heeft gekost. Dat zou nu niet meer kunnen. En het leven van drie astronauten werd zelfs in de waagschaal gezet. U ziet die drie astronauten hier, Scott, Warden en Irvin. Scott en Warden aan beide kanten zijn de mensen die op de maan zijn geland. En Warden bleef altijd eentje achter in de orbiter, die rond de maan bleef cirkelen. Die heeft dus nooit op de maan een voet gezet, wat ik altijd erg jammer vind. En dan ben je uitverkoren als astronaut en dan kun je niet eens op de maan landen. Maar goed, zij waren daarvoor getraind. En om je een beetje in die tijd terug te krijgen, 40 jaar geleden, echt heel lang wat betreft, wil ik een aantal fragmenten laten zien van hoe dat toendertijd ging. In het eerste fragment beginnen we dat de lander, waarin dus twee astronauten zaten, was losgekoppeld van de orbiter. De orbiter bleef rond de maan cirkelen en de lander die zakte af naar de maan en maakte daar een zachte landing. Waar ik u aandacht over wil vragen, ik ga niet door het filmpje heen praten, omdat er ook geluid bij is, is u ziet telkens, of u kunt dat telkens zien, die Hadley Rill in de achtergrond. Alleen het was verschrikkelijk gevaarlijk om heel dicht bij die Hadley Rill, en zeker niet in die Hadley Rill, te gaan landen, want dat zou de hele missie kunnen doen mislukken. Dus ze moesten een paar kilometer van die rail aflanden. Alleen, hoe kom je dan bij die rail? Nou, het antwoord was, we nemen gewoon een rover mee. En dat is geen klein autootje, zoals u misschien denkt. Ik weet niet of sommigen van u
naar de tentoonstelling zijn geweest in Utrecht vorig jaar, de Amerikaanse tentoonstelling, ja, dan heeft u waarschijnlijk gezien dat dat echt een behoorlijke grote Amerikaanse wagen is die op de maan heeft rondgelopen. Die hebben ze meegenomen en in het eerste filmpje gaan we kijken hoe de landing verliep. 5 miles above the moon, Dave Scott and Jim Irwin looked out the window of their lunar module down toward Al Warden in the command module, which had completed its separation maneuver. Beneath them, the 15,000-foot peaks of the lunar Apennine Mountains. Soon they would fly low over those peaks on their way to a landing in a little valley in the mountains of the moon. LPD. Coming right. Out their window, they could see the sinuous meanderings of the lunar canyon known as Hadley Rill, as they brought their lunar module, call sign Falcon, toward its landing, and the beginning of what would be one of the most significant chapters in the history of scientific exploration. Minus one. Minus one, 6% fuel. 10 feet, minus one. 8 feet, minus one. Contact. Man. Okay, Houston, the Falcon is on the plane at Hadley. Roger, roger, Falcon. No denying that, we had contact. Houston, the Hadley base here. Tell those geologists in the back room to get ready, because we've really got something for them. Nou, ik hoop dat hij die laatste zin gehoord heeft. Get the geologists out of the back room. We really have something to show them. Oftewel, haal de geologen uit de achterkamer. We hebben iets gezien hier wat zij echt moeten zien. Dat is namelijk het eerste wat je doet als je op een onbekende planeet gaat landen. Het zij met een bemande missie of met een onbemande missie. Dat is om je heen kijken. Of met een camera, op een robotische missie, om je heen kijken hoe het landschap eruit ziet. Dat hebben de astronauten ook gedaan. Dat is het eerste wat ze deden. Kijk om je heen. Bijna zoals een politie een achtervolging surveilleert. Eerst kijken en dan pas doen. En dat ziet u in het volgende fragmentje. En wat nu in beeld komt, ja, ik kan het niet anders onder woorden brengen dan een gigantische lasagne. Dat is wat elke geoloog direct doet denken van hier is iets aan de hand. Wat u hier ziet is een gelaagdheid. Ik hoop dat dat duidelijk is. Ik noem het ook een lasagne. En die gelaagdheid, dat is heel typisch voor twee processen op aarde. Het eerste proces is dat er suspensies in water zitten die zich als sedimenten naar de vloer van dat water gaan laagjes gaan vormen. Dus dat is de watervariant. Een andere variant is dat dat lavastromen zijn, dicht bij vulkanen, die over elkaar heen schuiven. Dat kan je in principe niet zien alleen aan deze geological feature. Maar dat hier iets heeft bewogen, gevloeid, of dat er door vloeistoffen iets geproduceerd is, dat is duidelijk. En dat zagen ze vanuit hun lander. Dus ja, ze hadden al het gevoel van, als we nu naar Hadley Rill gaan rijden, in Hadley Rill gaan we waarschijnlijk wel het antwoord vinden op die vraag van, is Hadley Rill, is dat nou een droge rivierbedding? Of is dat nou bijvoorbeeld door lava geproduceerd? Nou, laten we even kijken hoe ze daarheen heen reden in het volgende fragmentje. Their first job was to get the lunar roving vehicle out of its storage bay. Looks like she's coming down okay. Next, the astronauts tried out the rover. Nou, hier gaan ze dus zich voorbereiden op de rit naar Hadley Rill. Dus na een ritje van een paar kilometer zijn ze aan de rand van Hadley Rill aangekomen. En dat zult u ook in het volgende fragment zien. Het lijkt net, als u naar die beelden kijkt, alsof er geen twee mensen op de maan waren, maar drie mensen. Want u ziet telkens dat
die twee astronauten gefilmd worden. Nou, er waren helemaal geen drie mensen op de maan, zoals ik al eerder zei. Maar wat er wel op de maan was, was dat karretje. En aan dat karretje was een camera bevestigd. En die camera, die werd door een joystick, werd die bediend door iemand op paarden. Deze meneer hier. En die zag dus, dat ziet u achter hem, op zijn beeldscherm de camera, het camerazicht. En die kon dus met zijn joystick vanaf de grond, kon die de camera laten bewegen en zo de astronauten volgen. Nou, ze zijn nu bij Hadley Rilla aangeland en het zou één dom ding hadden ze kunnen doen, dat is allebei naar beneden gaan in Hadley Rilla. Dan stelt u voor dat die rand van, ja, of het is een rivierbedding of het is een lavabedding, dat die zo rul was dat ze niet meer terug zouden kunnen, dan hadden ze een heel groot probleem. Dus wat ze deden is dat eerst één astronaut naar beneden ging, weer terugkwam en dat ze toen pas alle twee naar beneden gingen. Want aan die rand van Hadley Rill, daar was eigenlijk, dachten ze, dat daar het antwoord zou kunnen vinden voor de vraag van wat is dat nou? Wat is nou die rill in dat landschap? Is dat een rivier of is dat een lavastroom? Nou, laten we even kijken naar het volgende fragmentje. How about that? I can see maybe 10 very well defined layers within that unit. Hang on, yeah. All right, yeah. Very soft, but a block. It's a nice little crater in it, sure is. Okay, Jimmy, let's go to work. Roger. Look at that. Wow. Almost see twinning in there. Guess what we just found. I think we found what we came for. Crystal and rock, huh? Yes, sir. You better believe it. Get ready to move out, Dave. Yep. Something here for the next guy. Okay, hop on and we'll get on with it here. They buckled their seat belts for the ride back to the lunar module. Oh, what a big mountain that Hadley is. Yeah, it's beautiful. Nou, na een dag werken op de maan reden ze gewoon in hun autootje terug naar huis. U ziet dat ze dezelfde weg namen. U ziet de sporen nog van hun rit naar Hadley Rill. Dan konden ze ook niet verdwalen. Dat is erg slim van ze. U hoorde misschien dat een van die astronauten zei van ja, that's where we came for, a plutonic rock. En daarbij, plutonic, dat is echt lava. Daarbij, of een van die waarnemingen die ze toen al zagen, gaf dat hele sterke indicaties dat het een lavastroom is geweest. Helaas geen waterrivier. Dat lost eigenlijk het probleem niet op, want op aarde zien we niet zulke gigantisch grote lavastromen. Wat we wel zien op aarde, bij Mauna Loa bijvoorbeeld, op Hawaii, en dan ziet u hier een voorbeeldje van, is als lavastromen vanaf de vulkaan richting zee stromen, dan schuren ze door het landschap heen en dan meanderen ze ook een beetje, zoals je hier in dit plaatje ziet. En als dat lava gaat stollen, dan maakt het inderdaad een depressie, een put in het landschap. En dat is waarschijnlijk wat Hadley Rill is. Waarom het dan zo groot is, dat heeft waarschijnlijk te maken met de lage zwaartekracht die daar heerst. Het is maar 1/6 van de aarde. Dat zag u ook aan de bewegingen van de astronauten. Kan je dansen op de maan? Jawel, dat kan je heel erg goed zelfs, maar je moet wel oppassen, zoals u zag. Alleen het resultaat is eigenlijk een beetje, ja, wat we nu zouden verwachten van, waarschijnlijk is er nooit water geweest op de maan. Er is wel vrij recentelijk gevonden dat aan de Noordpool, of aan de Zuidpool, dat daar ijs is gevonden. Maar hele kleine hoeveelheden ijs, maar niet die grote hoeveelheden die we hebben als vloeibaar water. Dus voor de maan kunnen we eigenlijk vrij zeker zeggen van, er is nooit vloeibaar water geweest en er is waarschijnlijk dus ook nooit leven geweest op de maan. Maar geldt dat ook voor andere objecten in ons zonnestelsel? Daar gaat het volgende college over.